Schrijven, acteren en filmen en tekenen, hoe kan een mens het toch allemaal doen? Heden een boek, het is onvergelijkelijk. Ja, Metje Blaak geeft hem weer van katoen. Nou, dit keer is het feit dat ik iets geschreven heb over de katoen in Almelo in de tijd van 1920. En ik vond het heel toepasselijk om het te presenteren in het huis van katoen. Omdat, ja, er staat hier een weefgetouw en allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Dus ik denk dat het boek wat ik geschreven heb over de katoen, over een meisje die daar werkte en daar ontzettend veel problemen had. Ook met in de tijd met mannen, hè, wat je dus nu nog wel hebt, maar niet in zo'n grote mate. Die vrouwen waren dus absoluut niet, die hadden geen rechten, laat ik het zo zeggen. Ze waren eigenlijk een beetje de slavinnen van de katoen. Roddel en lasterpraat, liefde en zwangerschap, mix daar vervolgens wat adel doorheen. Spanning, sensatie en emancipatiedrang komen al hier in dit boekwerk bijeen. Ik heb zelf ook een maandje in het katoen gewerkt. Ik weet niet hoe lang, maar ik ben wel gillend weggelopen natuurlijk. Maar en ik kan me helemaal indenken hoe het zou zijn als je dat moet. Als iemand tegen jou zegt, jij gaat daar werken en jij moet daar werken. Ik heb dus vooral verhalen van mijn moeder gehoord, verhalen van mijn oma gehoord en van tantes en van andere mensen, hoe het daartoe ging. Jij schrijft omdat je van binnenuit wilt schrijven, niet omdat je het vak geleerd hebt of omdat je iets moois wilt opschrijven, maar je hebt een verhaal te vertellen. Je hebt het verhaal van jezelf te vertellen, Fasina zei dat net heel mooi, maar je hebt ook het verhaal van anderen te vertellen. Ik heb heel veel onderzoek gedaan en ik heb een meisje bedacht, een fictief meisje, wat dus eigenlijk voor al die vrouwen staat. Het meisje heeft heel veel gedaan aan de vrouwenemancipatie en de vrouwenrechten op het werk. Dus ja, dat vond ik wel een boek waard. Dit is mijn derde boek en mijn vierde boek is bijna af. Dan hoef ik alleen maar de punt nog te zetten en dan komt het werk, hè, dan moeten ze het redigeren. En daar heb ik gelukkig een heleboel mensen voor, want ze mogen niet aan mijn stijl komen. Maar ik schrijf bijvoorbeeld kut met DT, dat doe ik gewoon. Dus wat dat betreft is het heel veel nawerk. Maar dat neemt niks van de verhalen af. Ik schrijf heel fonetisch. Het is geen literair hoogstandje, maar ik vertel een verhaal. Noeste fabrieksarbeid daar in het Twenteland. Hard het gelach en slechts karig beloond. Want van bijvoorbeeld een 13e maandbedrag bleef onze Kaatje, hoe spijtig, verschoond. Rest mij met je van harte te feliciteren met weer een nieuw boek. En het zou me niet verbazen als ik volgende maand weer word opgetrommeld. Met je van harte gefeliciteerd. Hij kust altijd in de lucht, want hij houdt van mannen. Dat is echt waar, hoor. Nou, we gaan allemaal lekker drank. Het is het volgende. Ja, maar zo gaat het bij ons, dat weet je toch? Ja, ja, ja. Het is toch heerlijk dat we lekker over elkaar lullen en zo. Dat is dat sociaal, weet je wel? Ja, precies. Dat doen we. Maar dat maakt niet, dat is geen lasten, maar dat is sociale controle. Nou, allemaal lekker bolletje drinken. Ik vind dat je eens worstje. Herman heeft van alles klaargemaakt. Dat heeft Herman allemaal gedaan, hoor. Ja. Ik ben vegetariër, maar jullie mogen alle wasjes opeten.